Minister Van der Hoeven stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor diensteninnovatie in de financiële en creatieve sector. Ze maakte dat bekend tijdens de jaarlijkse Innovation Lecture. Het is een aanjager. Een aanjager om te laten zien en ook mensen eigenlijk uit te lokken. Maak nieuwe diensten waar mensen gewoon plezier aan hebben. En dat kan over van alles gaan. Dat kan nieuwe diensten zijn die per telefoon kunnen worden aangeboden. Nieuwe diensten in de gezondheidszorg die eigenlijk ook het gemakkelijker maken om snel een ziekenhuis in en uit te komen. Om er iets te vertellen, om er een voorbeeld te noemen. Want waar het om gaat, dat is dat we met die dienstensector heel veel geld verdienen. 70% van ons bruto nationaal product en 80% van onze werkgelegenheid. Dus laten we kijken hoe we daar een extra stimulans aan kunnen geven. De Innovation Lecture is een jaarlijks terugkerende lezing voor topstukken uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek. Dit jaar sprak de Amerikaanse innovatieguru Jeanine Ray over diensteninnovatie. My advice to improve more service innovations and to make more service innovations is to be thinking about the latent needs of customers. And there are many things that people would love to have that they don't have because people haven't provided them yet. And so to be curious about people's problems and to be curious about their needs and expectations is a great way to think about innovating in services. Nou, het grappige is dat Jeanine Ray, onze spreker van vandaag, die had het over een do-tank. Eigenlijk een tegenhanger van de think-tank, waar veel in wordt nagedacht en ideeën uitkomen. De do-tank, dat zijn dus mensen die iets doen. Waarbij je dus zichtbaar kunt maken op welke manier dat inderdaad innovaties tot hun recht komen. Wat er van terecht is gekomen. En ik wil graag dat Economische Zaken zo'n platform gaat ontwikkelen om mensen vanuit het bedrijfsleven eigenlijk ook aan te sporen om via die do-tank te laten zien wat ze inderdaad innovaties hebben gedaan.